Wij zijn Wilfred en Christine Reuring en 7 jaar geleden zijn wij met ons gezin naar Zuid-Afrika Woester verhuisd. Werken we hier in het Nehemiah-project. Dat is in 2010 opgericht en onderdeel van YWAM Woester. Wat wij willen, net als Nehemia, is dat wij willen bouwen in de levens van de kinderen. Want er is zoveel gebrokenheid, zoals vaderloosheid, armoede, bendegeweld. En we willen zien dat God daar verandering in brengt. En we proberen dat te doen door ons project. Elke week komen ruim 100 kinderen om het programma te volgen. En we leren ze dat God van ze houdt en we leren hoe om hem te volgen, elke dag weer. En we helpen ze met schoolwerk, we helpen ze met sociale vaardigheden. En ook organiseren we kampen en we organiseren uitstapjes en we doen muziek, voetbal. Allemaal dingen zodat ze tijdens het programma een moment hebben van veiligheid en even kind kunnen zijn en nieuwe dingen kunnen leren. Eigenlijk alles wat we onze eigen kinderen leren, dat willen we hun ook leren. Want ze krijgen thuis heel erg weinig mee. Omdat vaak hun vader is in de gevangenis, hun moeder is aan de drugs of alcoholist. Het zijn echt hele erg gebroken gezinnen. Dus het normale gezinsleven, daarin kunnen wij ze meenemen. Hebben we jullie hulp bij nodig. Om te weten hoe je ons wilt helpen, kun je kijken op onze website. Die zal hieronder nu komen. En bid met ons mee. En kijk ook hoe je ons financieel kan ondersteunen alstublieft. Dank jullie wel.